Yo, stream doet het nou wel gewoon, toch? Yo, Adam. So, I assume the stream's working now, hopefully. Ah, nice, nice. Only 18 more minutes till the giveaway. Time to roll a cigarette. Oh, makkelijk. Hey, Yannick, sorry man, but I'm not on Steam, this is PS4. Drie Halo's voor één key. Heb je drie Halo's dan? Wil je mijn drie painted Halo's voor één key hebben? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat ze minder waard geworden zijn, maar zoveel zullen ze in ieder geval niet gedaald zijn, of wel? Nou, als ze ongeveild waren, had ik er nog wel over nagedacht. Maar, nee, natuurlijk ga ik geen 3-painted Halo's gaan. Nee, dat is een vreemde vraag ook. Je weet zelf ook wel dat die dingen meerdere keys per stuk waard zijn. Ik bedoel, het kan zijn dat ze de afgelopen 2 maanden enorm gedaald zijn hoor, maar ik bedoel, de laatste keer dat keek waren ze echt wel meerdere keys per stuk. Niet 3 voor 1, maar 1 voor 3 zeg maar. Maar ja, we kunnen wel een potje doen. Ik maak wel een private match aan. Random games, doe je ook mee dan? Oké, vet. Nee, gewoon private match. Zal ik even wachten tot jullie klaar zijn met traden dan?
Ja, dan kan ik even wachten. Ik moet sowieso even uitkijken hoe het werkt met die giveaway. Dat is de eerste keer dat ik het gebruik namelijk. Yeah, you can join. I'll start it right. Witte Zomba, vet ja, Gideon. The name is Bob and password is also Bob. So just go to private match, join and oh, Gideon, trouwens, de giveaway is over 12 minuten. Dus als je nog mee wil doen, ben je nog net op tijd. Oh ja, je doet al mee, geloof ik, of niet? Gewoon die link volgen daar. Drie tegen één. Ah, ja, dan moet Ken Gamer liever. Als je gewoon die link volgt, je maakt kans als je geabonneerd bent op mijn YouTube-kanaal. Je kan extra kans maken door de Rapper Shows intro-video nog een keer te kijken. En door mij te volgen op Twitter inderdaad, maar maakt niet uit hoor. Het is gewoon, je maakt voor elke actie krijg je één kans, zeg maar. Dus als je geen Twitter hebt, nou ja, weet je dan twee of drie kansen in plaats van vier. Nou. Vinden jullie trouwens, zal ik Instagram aanmaken? Is dat een idee? Ja, volgens mij wel. Dus ja, ik weet er zeker voor wel. I haven't played in the past 2 months, I think. Yeah, sure, no problem. Also, Dawson, did you join the giveaway yet? Because it ends in 10 minutes. Het enige wat dat doet is dat de link dan verschijnt. Oké, cool. Het mag wel, maar dat doet verder niks. Ja, just follow this link. Wait, Nightbot will give you the link. Ah, Darren. Sorry, I was typing, so I missed the save. Sorry about that.
Ja, nee, maar dat is geen probleem, want ik neem gewoon contact op met degene die gewonnen heeft. Yo, Jelle. Oké, cool. Did you invite any friends? Zeven minuten, om 8 uur is de giveaway. Jelle ook al gejoined trouwens? Yeah, I can and I will. No worries. In fact, I'll check right now. No, does it look like you're in the giveaway yet? At least I'm not seeing it. No, I don't see it yet. Could you try again? 'Cause it's only 4 more minutes till the giveaway starts, and I can't really like postpone it or anything, or at least I don't know how to. So hey guys, last chance to join the giveaway. Only 3 minutes remaining. Thanks, Magidion. How about now? Yep, I see it. Just let me check to be sure. You're from Tennessee, USA? Well, thanks, Ryan. Thanks. Okay, yeah, then it worked.
You watched my intro video by rapper Sjors. That's amazing. He's a f famous Dutch rapper. Recently moved into, well, let's call it adult videos. Ja, zeker wel, Dennis, met jou dan. Oh, Dennis, even snel. De giveaway is over 2 minuten. Als je nog mee wilt doen, wees erbij. Oh. Oké, cool man, Jelle. Ja, ik denk dat dit veel beter werkt dan die giveaways met Nightbot. Want dan krijg ik tenminste ook volgers op Twitter en mensen die nodigen hun vrienden dan uit en zo. Dat is de eerste keer dat ik dit gebruik voor. Ja, weet je hoe dat komt, joh? Ik ben verhuisd. En ik had gewoon geen internet wat snel genoeg was om te kunnen streamen. Ik kon niet eens gamen, ik had een 10 megabit verbinding. Maar we hebben nou sneller internet, nou werkt het wel redelijk. Nog steeds niet fantastisch, maar ja. Sneller als dit kon het internet gewoon niet, zeg maar. Nee, maar goed, weet je, ik ben 28. Ik moet toch wel een keer bij mijn ouders uit huis gaan. Dat is gewoon tijd, weet je. Nou ja, zoals ik zei, ik ben 28. Nee, ik heb geen vriendin. Als je nog een leuke zus hebt van mijn leeftijd, laat me even weten. Sausen. Wat is sausen? Nee, echt. Nee, maar goed, weet je, leuke chicks zijn natuurlijk heel veel, maar ik heb gewoon niet zoveel zin in een vriendin eigenlijk. Well, you can just join, Dawson. Just go to join private match. The match's name is Bob, and password's also Bob, so that should be easy. Ja. Nou, ik woon niet alleen, hè? Ik woon in een studentenhuis. Maar goed, ik heb één huisgenoot. Dus. Het is nog een beetje alsof ik wel alleen woon, ja. Maar, ja. Maar ik heb eerder op mezelf gewoond, hoor. Voordat ik bij mijn ouders woonde, heb ik ook al een tijd een kamer gehad. En ik heb met mijn vorige vriendin heb ik een hele tijd samen gewoond, dus. Cool, cool. 7 points behind. We can't play 3-1, that's unfair. Ken Gamer, kom je redden, jongen.
Ja, tuurlijk wel. Ik ben niet bij mijn ouders weggegaan om ruzie met ze had of zo. Het is meer gewoon, ja. Ik ben al best wel oud, dus het was gewoon tijd om te verhuizen. De eerste keer? Ik geloof 22 of zo. Ja, ik wil je best mod recht te geven, maar moet je wel een beetje fatsoenlijk gedragen en geen mensen gaan blokken en zo. Oké. Ben je wel de laatste? Oké, nou Gideon ook maar dan. Maar die is dan net de laatste. Drie mods erbij. Hoppa! Ja, mag ik even dit potje afmaken, Game Duo? Nee, ik heb nou al drie mensen bot gemaakt. Kom op. Ja, oké, dat zou ook een beetje naar zijn om jou dan geen mod te maken. Weet je, zolang je allemaal maar gewoon een beetje gedraagt. Ik had een keer iemand mod gemaakt die blokte meteen iedereen in de chat. Hoe kan die mensen weer gaan ontblokken? Dat is super irritant. Ja, weet je waarom ook niet? Ik bedoel, het maakt verder niet zo heel veel uit. Het enige wat je kan is mensen blokken, maar ja. Ja. Na dit potje maak ik wel even bekend wie er gewonnen heeft. Ja, nou iedereen die nu online is, mod. Ja, even kijken hoor. Draw winners.
Okay, Camille Wardega. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje jammer dat ik nou niet weet wie dat is. Ja, ik heb niet zo heel veel items meer. Maar goed, ja, er heeft iemand gewonnen. Ik ga hem nu e-mailen. Volgens mij alleen niet één van jullie vier. Sorry. Hey, Dennen. Camille heeft gewonnen. Dus ik heb hem een mailtje gestuurd. Yo Dejan, ja, lang niet gezien man. Ik had geen internet wat goed genoeg was om te kunnen gamen. Dit zijn mijn painted items. Heb je ook meegedaan? Wel in de giveaway, Jelle? Ja, ik neem aan van wel, toch? Het punt is alleen een beetje, ik kan zeg maar die namen niet zien. Ja, weet je, ik had... Nou, ik heb vandaag 7 crates geopend. Er kwam bijna niks uit. Ja, deze, dat vond ik wel vet. Dat is een van die nieuwe wielen. En ik heb wat dingen verkocht. Omdat ik ja, geld nodig had. Maar ik heb nog wel redelijke items hoor. Ik heb titanium witte volts nog. Groene zombra's. Witte endo. En ik heb ook nog de... Fireworks, Electroshock Sub-Zero. Leuk. Ik vind het niet heel bijzonder. Het is alleen de cof dat ik spelen, want alle andere games hadden een fatsoenlijke internetverbinding nodig. En mijn internet was heel traag. Maar ja, ik heb inderdaad wel weinig spullen nog over. Zal ik een nieuwe giveaway starten? Even over nadenken, want... Nou, dat wordt dan wel na het weekend, denk ik. Even denken. Vrijdag heb ik sowieso nog school, maar ik ga dit weekend ga ik naar mijn ouders toe.
Ja, ik maak een giveaway voor over een week of zo. Dat is nog wel een idee. Wat zou ik dan weggeven? Zwarte Carlos? Ja, dat is wel een goed idee, denk ik. Zou ik zelf ook aan te denken. En dan Zwarte Carlos. En de Burns en de Zombas. Oh, cool. Zwarte Carlos en Burns en Sombra. Vooral voor een week. Lijkt me een goed idee. Ja, want ik heb morgen misschien nog wel tijd om te gamen. En overmorgen denk ik ook wel, maar daarna pas dinsdag weer. En het is nog maar de vraag of ik morgen en overmorgen überhaupt tijd heb. Ja, ik doe gewoon twee items. Zwarte Carlos en Burns en Sombra. Momentje hoor. Oh, trouwens, hebben jullie allemaal Instagram? Zal ik Instagram aanmaken? Is dat een goed idee? Camille won, so I just send him an email saying, "Hey, dude, you won." Hey, Karim, ja man, maar ja, je hebt hem niet gewonnen helaas. Guys, great news. I just got an email back from the guy that won the giveaway. But apparently he's a PC player, so I can't give him the item. Nee, ik heb dus net diegene gemaild die gewonnen had, maar die speelt blijkbaar PC. Dus hij zegt van ja, sorry, ik had me vergist. Dat was helemaal niet de bedoeling. Ik had niet door dat het voor PlayStation was. Geef hem maar iemand anders. Dus ik ga
aan iemand anders geven. Ah, nou, ik heb gewoon een nieuwe winnaar gewoon aangeklikt van kies een nieuwe winnaar. En Arjan heeft hem gewonnen. Yo, Dutch Yard Gaming. Maar volgens mij is hij niet online. Dus ik ga hem wel even een mailtje sturen dat hij gewonnen heeft. Een momentje hoor, even zien. Ik ben er zo weer hoor, even. Oké. Dus zoveel deden er inderdaad niet mee. We deden 15 mensen mee in totaal. Nee, je kan meerdere entries doen inderdaad. Dus waren 15 mensen die totaal 36 entries. Maar ik ga wel een nieuwe giveaway maken. Vraag is alleen, hebben jullie ook Instagram? Want ik had dus, zeg maar, een van de mogelijkheden was, hoe heet dat? Volg mij op Twitter. Maar ja, als niemand Twitter heeft. Hoewel er nog best wel wat mensen Twitter hadden trouwens. Hé? Is Instagram down? Hoi, Arjan won, Adam. Ik kan met geen mogelijkheid Instagram openen. Zal wel aan mij liggen. Ik dacht echt van nou, ik ga Instagram wel eens extra mogelijkheid toevoegen. Werkt gewoon niet. Oh, nou wel.
Yeah, we can play. Just give me 1 second, because I'm setting up a new giveaway. Competitions. Just give me 1 second, guys, because I need to set up a new giveaway. Lime Draco's. Ja, god, die zou ik wel willen hebben, joh. Het is alleen, ik weet niet zo goed wat ik daarvoor zou moeten ruilen. Volgende week dinsdag. De nieuwe giveaway wordt deze hier. Burnt Sienna Zomba. En. Momentje. Deze. Zwarte Kalos. Dan heb ik twee prijzen, zeg maar. Ja, één giveaway, maar dan met twee winnaars.
Om het opzetten van zo'n competitie is wel lastig. Ja, denk het wel. Poeh, dat opzetten van zo'n competitie is wel veel werk, joh. Yo, Dennis. Ja, ik wil zo wel even Fortnite doen. Het is alleen, ik ben nou heel even bezig met het opzetten van een nieuwe giveaway. Het is alleen het lastige als dat je zou denken.
Maar ja, ik zal zo wel even Fortnite opstarten, dus geen probleem. Hey, dus gamer. Ik snap wel dat dit hartstikke saai is trouwens hoor, maar ik moet echt even die nieuwe giveaway instellen. En dat is lastiger dan je zou denken. 20, 20, 20, 20. Ja, ik heb niet eens 1000, maar. Oh, ja, goed. Komt altijd wel van pas. Kan ik in ieder geval weer iemand anders blij mee maken, toch? Yeah, you can join the giveaway. Oh, I'm setting up a new giveaway for. I'm gonna give away these, the black Kalos and burnt sienna sambas. Next week Tuesday, by the way. These ones. I'm just setting up the what do you call it? Giveaway app thingy right now, but it's difficult. It's very difficult. Instagram gaat niet werken. Nou, zo moet het maar dan. We joined your party chat. Oh, ik weet niet of ik morgen live ben, Dennis. Dat durf ik echt niet te zeggen, want ik moet namelijk nog naar mijn ouders toe. Nou, geen probleem, man Karim. Hier. Ik heb je mod gemaakt, Karim. En ja, ik wil best wel een keer een banner hoor. Geen probleem, lijkt me wel vet. Tenminste, ik heb een banner, maar die heb ik al bijna een jaar. Dus misschien wel een keer tijd van anderen. Oké, de nieuwe giveaway pagina staat online.
Yeah, I'll play some Fortnite later today, but just let me play Rocket League for a short while, okay? Oh yeah, Nightbot. I have to update the giveaway command on Nightbot. It's so much work. It's all so much work. Just this one last thing. Giveaway. Edit. Change the link. Pagina bestaat niet. Ja, ik zie al wat het probleem is. Deze dan. Nou doet hij het. Kijk of dat werkt. No, I've noticed. Does it work now? Like, does this link work? When I click it, it works just fine. Ah, mooi, mooi, mooi. Het leek me wel een goed plan om. Oké. Het leek me wel een goed plan om twee prijzen te doen, weet je. Dan heb je toch iets meer kans. Volgende week is de giveaway trouwens. Dus het gaat nog eventjes duren. Oké, cool. So let's play a game. You guys want to play a private match or just like ranked matches or whatever?
Hey Rick. Yep, I see it, Gaming Dawson. You know, you can do all the actions. You could just, if you follow me on Twitter as well, you have twice as much chance. Oh, cool. I'll just check out your channel real quick. Oh, so like you play Fortnite. It's just Fortnite. Nee, klopt man, Rick. Ik ben echt 2 maanden offline geweest. Ik kon niet gamen. Mijn internet was niet snel genoeg om te gamen. Dus ja, er zat niks anders op als maar gewoon niet streamen. Ducking. Oké, ik stuur je een invite, man. You ducking duck. Volgens mij heb ik helemaal geen wins op Fortnite, joh. Ik heb ook eens niet meer gespeeld. Ik kan ook wel een keer een giveaway doen voor Fortnite op zich. Maar volgens mij zal ik dan gewoon echt wel dingen moeten kopen voordat ik het weg kan geven. Ik heb je geïnviteerd trouwens, Dennis. Ah, oké. Nou, succes. Ik, als ik je nog moet helpen, dan moet je me even laten weten. Ik ben best wel goed in huiswerk. Welk vak is het? Oh, ik had je een party invite gestuurd. Ja, party invite gestuurd. Maar anders stuur mij even een friend invite later. Get paid for getting subs and likes. Well, yes and no. I mean, YouTube does pay you for views, but it's not really worth the effort unless you have like 100,000 or 1 million subs at least. Scheikunde. Okay, well, dat kan ik wel. Ik zou zeggen, ga er gewoon mee bezig. Als je er niet uitkomt, dan kan ik je wel wat vragen beantwoorden, denk ik. Ik heb een tijdje scheikunde gedaan op het MBO. Dus ik weet er iets van af, zeg maar. Well, you know, like PewDiePie makes, I think, tens of millions of dollars a year. But then again, he has like 60 million subs. If you have a thousand, it's not really. It won't bring in any money at all. Like today, I might earn like 10 cents or something, tops. I'm just sending a friend invite to Dennis real quick. So, stream will be back in a second.
Is there anyone still wants to play, or should I just go ahead and play by myself? Yeah, I'll just do one more round and then I'll start Fortnite. Not joining. So after this round I'll start Fortnite. Nee. Oops. Well, I'm gonna lose this one.